Ja. Het is vandaag alweer maandag 24 juni en we leven om 7:27. Wat ik er zo vroeg uit doe, nou, ik ben al veel langer eruit, ja. En al veel langer wakker, ja. Ik was, hoe laat was het? 4 uur. Deed ik me, ja, 4 uur keek ik al en toen lag hij al in, was hij al aan het zwemmen. Dus hij was eerder te zwemmen dan het zou. Ja, dus ik denk dat ze eerder wakker zijn geworden of wat dan ook. Maar in ieder geval 4 uur zwom die al. Terwijl die om 4 uur wakker gemaakt zou worden. Maar ja, helaas, pindakaas. Maar hij heeft ook een half uur weer aan boord gezeten, want hij had last van schouder, Maarten. De arts die heeft hem gemasseerd en in zijn pak hadden ze ook een temperatuurmeter om zijn temperatuur in de gaten te houden. Nou ja, ik geloof in ons leven dat dat niet lekker zal zwemmen. De arts die heeft het eruit gehaald en dan voelt hij zich inderdaad veel lekkerder. Dat hij zwemt tegenaan alsof, nou, het laatste loodje. Ja, inderdaad, het laatste loodje. Want, ja. Ik weet het eventjes niet waar die momenteel zit. Want ja, ik ben me wel aan het wassen geweest, aan het aankleden geweest, et cetera. Dus ja, er zijn vlonders die ik gemist heb. Hier en daar. Maar ik denk dat die al in, hoe heet dat nou? Wil ik Blokker zeggen? Nee, geen Blokker. Dokkum. Dat hij al in Dokkum is geweest, maar het kan ook best wezen dat hij er nog naartoe moet. En dat kan ik zo meteen pas zien aan de plattegrond. Waar ze een heel leuke iets mee hebben gedaan. Dat is de route gemaakt waar hij zwemt. En het stipje dat meegaat. Dus ja, dat is hartstikke leuk gedaan. Dus ja, daar kan ik aan zien. Gaat hij dichter naar Dokkum toe of gaat het weer naar beneden toe? Maar dat merk ik wel. Als hij daarmee bezig is dat hij naar beneden gaat, is hij alweer op weg naar Leeuwarden. Dus ja, dat merken we zo meteen wel. Ik hou jullie op de hoogte. Maar ik wens jullie ook nog een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog natuurlijk van ons. Ja, alles draait momenteel om Maarten totdat hij binnen is en dan is het feestje. En om 11 uur komt Jack van Cirolo weer. Vanmiddag komt natuurlijk ook Astrid weer, dus dan weten jullie er even van. En ik zeg geniet ervan. Het wordt vandaag weer mooi weer, het wordt vandaag ook weer warm. Het is hier nog wel hier en daar wat bewolking, maar dat zal in de loop van de dag gaan verdwijnen. Dus ja, ik zit er ook weer lekker zomers erbij. Moet kunnen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Nou, lieve vrienden, niet iedereen schijnt vrij te hebben. Nou, dat Maarten aan het zwemmen is voor de vierde dag achter elkaar. Enkel een paar uurtjes slaap in de nacht, wat iedereen nodig heeft. Maar hij nog minder slaap gehad dan wij. Schijnt niet iedereen vrij te hebben. Nee. Er zijn hier een paar werklui bezig. Ja. Die maken eindelijk de gemeentetuin weer eens netjes en schoon. Wat ook wel tijd mocht worden. Maar oké, ik ben er weer blij mee, want het was een doorn in het oog om dat te zien. En ja, en Maarten die gaat zo snel, je wilt niet weten. En hij is dus onderweg nog naar Dokkum toe. Ja, nou kijk eens hoe snel hij gaat. Ik hoop dat jullie dat zo zien. Ik zal het proberen even anders te doen. Kan ik ook wat zien wat ik doe. Hoe mooi, hè? Geweldig, hè? Nou, en daar de televisie. Ik denk dat is niet altijd live. Het is nu even live. Maar je hebt ook terugblikken en foto's er tussendoor en andere nieuwsberichten er tussendoor. Dus ja, dan kijk ik toch liever daarna. Dat ik het continu kan volgen. En dan daarna. Ja.
Nou, en de eeuwen die legt lekker te slapen. En vrouwtje die legt daar. Deur heb ik nog dicht, maar die kan straks open. Nou ja, en die werken maar een eind heen. En dat komt wel wanneer Maarten klaar is met zwemmen. Ja. Ik ga nou nog even lekker genieten van onze Maarten. En ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Nou, lieve vrienden, de tranen staan in mijn ogen. Ik ben blij. Hij gaat dit halen, want zover is hij niet meer weg. Nee, hij doet het zo goed. Zo goed, waar benen we? Even kijken waar die is. Kijk, hier gaat hij. Hij doet het zo goed. Hij is net het blauwe steentjesbrug onderdoor. Dat is een monumentenbrug van de Elfstedentocht. Hij zwemt iets minder aan kilometers dan het tegenwoordig wordt geschaat. Maar hij komt ergens anders binnen dan de schaatsers altijd binnenkwamen. Helaas vriest het niet meer, dus ja, waar ben ik zelf zo? Helaas vriest het niet meer, maar die komen dus op de Bonkenvaart binnen. Hij dus niet. Nee, ik vergeet iedere keer de naam van dat meer. Moet ik dat weer even opzoeken. Gaan we dat even doen. Dit minimaliseren. Dan gaan we naar livestream. Grote wielen. Oftewel in het Fries grote wielen. Ja. Dus het komt allemaal goed. Ze verwachten hem om 7:30 binnen. Dus hij heeft nog een klein uurtje te gaan, geloof ik, hè? Moet ik dat weer even bekijken, hoe laat het is. 18:33, dus ja, nog een klein uurtje. Heeft hij te gaan? En dat redt hij, ja. Hij krijgt zoveel input van het publiek die langs de kanten staan. Het is gewoon geweldig. Ik zit hier 30 te huilen en te snotteren en te doen. Ik zal denk ik ook niet de enigste zijn die dat doet, want het is geniaal. Het is iets prachtigs, het is iets bijzonders wat Maarten daar neerzet. Niemand die hem dit ooit zal gaan evenaren. Niet in mijn leven, denk ik, nee. Dan moet het wel na mijn leven zijn. Maar dit is geniaal, echt waar. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En ik weet niet of ik vanavond nog terugkom. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Het is heel erg warm. Denk erom dat je genoeg water drinkt. Denk om de oudere mensen, ook jongere mensen, want die kunnen net zo goed flauw vallen. Artsen, praktijken, ziekenhuizen, alles wat alarmnummers aangaat. Zijn momenteel niet bereikbaar door een landelijke storing. Daar zullen jullie vast wel van af weten. Ja, en dat is dus vandaag op de hoeveelste? 24 juni. Ja, de dag dat Maarten dus binnenkomt van het zwemmen. Is hij 4 dagen bezig geweest. Maar in ieder geval komt hopelijk allemaal goed. En ook met die landelijke storing van de alarmnummers. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later en tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Hallo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. En we zijn heel erg blij. Ja, Maarten heeft het gehaald. Hij is binnengekomen. En wat denk je? Hij liet de brancard links staan. Hij liet de rolstoel links staan. Hij liep gewoon. En hij was vrolijk, hij voelde zich oké. Hij voelde zich prima en helemaal goed. Wel moest hij dus nog even onderzocht worden. Dus hij is in een of ander raar vreemd autootje gestapt. En waar geen deuren in zaten en wel een laadbak. En daar zat zijn vrouwtje in en zijn kindertjes in en nog een paar van de crew. Dus ja. Die zijn even afgevoerd om dus onderzocht te worden. En even kijken hoe het is. Want hij had ook brandplekken door dat pak en de hitte er natuurlijk op.
En schaafwonden, nou, dat moet allemaal toch even verzorgd worden, et cetera. Maar in ieder geval, ik zat natuurlijk te huilen, logisch. En yes, op het gehaald mag ik niet alleen hoe Karin en Roderick, die deden met me mee via de telefoon. We vonden het geweldig, toppie. Maarten, we houden van je. Ja, ik denk heel Nederland en niet alleen nog Nederland. Nee, ook de buitenlandse buren die mee hebben gekeken, die naar Nederland toe zijn gekomen, naar Friesland zijn afgereisd om het mee te mogen maken, om het te beleven. Die houden allemaal van jou. Ja, helemaal top. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond. Het is nog steeds heet. Ik zal even kijken hoe heet het bij de poort is. Even een moment. 30 graden, nu nog. In de schaduw. Het is de schaduw. Hier in huis 27,5. En dan hebben we een leuk vliegveldje hier ook. Daar is het 29. Ja, bij het vliegveld dus 29. De keuken is nog een bende, maar dat boeit me niet. Morgen nog een dag. Ik heb nou ook vreselijke hoofdpijn, want ik heb maar nog niet echt een uurtje slaap gehad vannacht. Toen was ik er alweer uit. Mijn eigen schuld, ik weet het. Maar ook weer niet. Het was te heet. Ik kon niet meer slapen. Ik lag me te draaien en te doen. Nou, dan kun je er beter uitgaan. En dan geef je me afleiding. Zoals naar Maarten kijken. Ja toch? Ja. De keuken die bende komt morgen wel, dat ik een vaatwasser voor. Ik ga nou zometeen goede tijden, slechte tijden kijken. Er is nou het weerbericht. En ik neem mijn broodje, ik neem mijn bakje koffie. De dieren hebben allemaal al eten gehad. Het is alleen nog ik nog. Ik zou zeggen, hele fijne avond. Geniet ervan. Voor later welterusten. En morgen gezond weer op. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!